heel knap met 0-3 bij Topos. Cambuur speelde gelijk. En er is een volgende stelling van nu af aan. In het profvoetbal hoef je niet altijd mee te trainen om toch te spelen. Cambuur valt aan in de openingsfase van de eerste helft. Balbezit voor Schaken. Die de combinatie aangaat. Schaken wint van Björn Smits. Van Dijk. Het schot van Dominique van Dijk en de prima redding van Wilbert Neet, de doelman van Eindhoven. Eindhoven speelt in dezelfde opstelling als vorige week tegen Topos, Achami. Voor de goal is alleen Van der Langenberg goed voor de man gekomen, maar de kopbal is wel hard, maar niet doelgericht. Eindhoven sterker, Achami is er vandoor en wordt vastgehouden door Venema. Daar staat maar één straf op en dat is de rode kaart. En dat vindt ook scheidsrechter Nijhuis. Cambuur moet verder met 10 man. Achami. Goed teruggelegd. Het afstandsschot op de paal. Cambuur ontsnapt aan een achterstand. Met 10 man komt Cambuur toch nog aan aanvallen toe. Dominique van Dijk. Het zal Eindhoven toch niet gebeuren dat het met een man meer op achterstand komt. Het schot van Van Dijk geblokt. Kan hem nu afgeven aan Van Rijswijk. Van Dijk doet het zelf in het zijnet. Van Dijk is in de slotfase de beste man. Neet laat die bal los. En dan kan Bronckhorst gaan scoren, maar dat doet hij niet. Het terugleggen dan nog. Maar ook die bal krijgt Dominique van Dijk er niet.